Het is hier niet altijd even gezellig geweest. Hoe is het nu met u? Het gaat prima, ja. Ik ben erg blij dat de wijk eindelijk geholpen wordt en dat het nu ook een keer serieus lijkt te gebeuren. En zijn de problemen ook echt voorbij hier in deze wijk? Ja, de problemen zijn nooit voorbij. Het gaat vooral over de sociaal-economische positie van mensen. Die zal sterk verbeterd moeten worden. Het gaat over opleiding, het gaat over het hebben van werk, naar school kunnen gaan. En dat zijn grote stappen die nog gezet moeten worden. Komt u hier nog boodschappen doen eigenlijk? Nou, ik niet meer. Maar de gemeente Zaanstad heeft vele goede winkelkernen. Dus ik hoef niet per se hier alleen boodschappen te doen. Dus dat betekent dat u nog wel moet oppassen? Ik moet zeker voorzichtig zijn. Maar het weerhoudt me niet om te doen wat ik moet doen. Je bent karakterloos. Daarom. Je hebt geen karakter. Ja. Klaar. Meer hoef ik niet te zeggen, je bent geen mens. Een jaar geleden hadden ze nog grote bonje. Nu, een jaar later, lijkt hij tot inkeer te zijn gekomen. En wil hij zelfs dat Juliette Rot raadslid van het jaar wordt. Ja, we kunnen elkaar gewoon gedag zeggen. En ja, het ging destijds ook niet over ons, gek genoeg. Het ging destijds ook gewoon over de wijk. En ja, daar werden wij als twee uitersten, als beeldenissen van neergezet. Bent u er blij mee dat het zo nu gaat en dat hij zelfs dus iedereen op social media oproept om op u te gaan stemmen? Nou ja, dat is dan weer het andere uiterste, maar vriendelijk is het wel.